Goedemorgen lieve vrienden, het is vandaag weer vrijdag en het is 1 maart. Ja, het is 1 maart en het is 11 minuten over 10 en het is nog steeds ook 2019. Ja, en dan zegt er een eentje, meeuw, en dat is Eeuwen. Ja, ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie als eerste weer welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Vandaag wordt het druk, tenminste ik zou een schoonmaakhulp krijgen. Tot op heden nog niks. Komt u maar. Meer? Jij aan de binnenkant of? Goed zo. Maar in ieder geval, tot op heden nog niks. Dus ik ga zo meteen weer in de telefoon klimmen om even te bellen. Mag ik even door jongens? Dank jullie wel. Want achteruit zien jullie maar. Maar in ieder geval, daar ga ik achteraan. Vanmiddag komt natuurlijk uiteraard Astrid en mijn big brother met zijn vrouw, mijn schoonzusje, die komen. Dat is Koen en Gerry. Dus ja, daar ben ik ook even wel blij mee, dat ze die ook even hun hoofd weer eens laten zien. Want het was 11 december dat ik mijn broer dus verplaatst zag. Maar mijn schoonzusje is nog weer lang geleden, dus ja. Maar het is gezellig, maar ook hun zijn geen mensen voor op de film, nee. Dus ja, pindakaas, helaas. Dat gaat dan het niet worden, dus het wordt vandaag weer een beetje weinig, denk ik, zomaar. Maar ik moet ook nog, de fysio moet ik ook nog, dus jullie begrijpen, druk. Dus ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, ik ga naar fysiotherapie en zoals het er nu voor staat, ik heb gebeld met T-zorg en ik krijg vandaag waarschijnlijk geen antwoord zoals het ervoor staat. Dus ik heb even met de rubberen bezem even de vloer aangetrokken, dat het er toch weer een klein beetje, ja, netjes eruit ziet. Want ja, mijn broer die komt dus ook met, en die neemt ook nog eens een keer een hond mee, dus ja. Maar oké, het komt allemaal goed. We kunnen er ook niks aan doen. Nee, moeten ze daar beter de boel regelen en meer mensen desnoods van een uitzendbureau aannemen. Want er zijn nogal wat zieken daar. Ja, het lijkt wel een epidemie, ja, maar dat is het ook. Iedereen hoor je klagen. Maar dan moet je mensen ook van uitzendbureaus aannemen. In noodgevallen, vind ik. Zou ik wel doen, ja. Want de cliënten hebben toch hulp nodig. Ja, nou oké, lieve vrienden, ik ga er vandoor en tot straks, hoop ik. Ja, en anders tot vanavond. Ja, maak er wat van. Ja, geniet. Doei, doei. Nou, ik ben weer thuis. Ja, ik ben net binnen. En Kandel, die zit hier voor de raam, die zat te mekkeren, die zag lekker wild vlees, hè? Ja, die zag lekker wild vlees, man. Oh, kijk, daar, kraaien. Kraaitjes, kijk daar dan, kraaitjes. Ja, kraaien. Ja, geweldig. Maar in ieder geval, ik ben in ieder geval thuis voordat Astrid er zelf al is. Ja, Astrid heeft de sleutel, dus die kent erin, maar ik ben voor haar, ben ik thuis, ja. En dan is het ook wachten op mijn liefhebbersbroer en schoonzus. Ik zag al dat ik een appje had gekregen. Ook van Karin. Dat, ja, dat zal ik even lezen en een koffie maken, want ik stik van de dorst. Ik ben trots op mezelf. Ik heb 10 minuten op de loopband gelopen. Ik heb 15.17 aan het fietsen geweest op stand 40, terwijl die eerst op 30 stond. Ik heb mezelf omhoog geschroefd. Ik denk, kijk het maar. Ik wil knokken voor mezelf, ja. Ik wil sowieso weer hebben dat ik weer een beetje meer lopen kan hier in de buurt. Zoals naar de Dekamarkt, op een gegeven moment naar de Vomar. En grote afstanden, mijn booster, ja. En ja, natuurlijk de boodschappen, dat doe je dan ook met een booster. Want dat ga ik echt niet met karretje denk ik nog doen. Dat moet je wel echt
heel sterk geweest. En dat ben ik nou ook nog weer niet. Dat moet er nog wel goed voor getraind worden. Maar dat komt goed. Ja hoor, ik ben in ieder geval van vandaag weer trots op mezelf. En dat mag. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Ik zal Want ja, ik zou wat anders gaan eten, maar daar kom ik niet aan toe met meer visite. Dus ik gooi dat in de vriezer en dan hebben we vanavond lekker patat met z'n thee. Simpel. Dus, ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Luister. Malle hondje. Ja, je bent malle hondje. Ja, lieve vrienden. Vanmiddag was het gezellig. Mijn broer, mijn schoonzus. En natuurlijk Astrid. En ze zijn wel weer bij tijd weggegaan vanzelf. En echt tijd en zin om eten te koken had ik natuurlijk ook niet meer. Maar ik had vanochtend, dat ik terugkwam van de fysiotherapie, even patat erbij gehaald bij de DK-markt. En twee pakjes met saté. En dat we hebben even goed heerlijk gegeten met z'n tweeën, ja. En Astrid die is natuurlijk alweer geruime tijd naar huis. Want het is al 19:36 is het. En nu wil er een eruit. Meneertje Frodo voor de zoveelste keer. Hé, meneertje Frodo. Nou, doei doei. Ja, dat... Het was gezellig en leuk. Ja. Ik was reuze blij ermee. En het laatste gebak hebben we opgegeten. Ja, nog één puntje. Nou, die eet ik straks bij de koffie nog even lekker op. En ik zal nou eventjes zo gaan kijken wat Karin had. Want die heeft me een WhatsApp gestuurd. Dus we zullen blijven. Ja, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond. En... tot later, ja, wanneer ik wel terug te komen ben, dan zien jullie me wel weer. Ik zou zeggen, geniet vanavond, het is vrijdagavond. Overal is het geloof ik carnaval, zoiets, ik weet het allemaal niet. Maar vanochtend heb ik ook nog kinderen allemaal verkleed naar school zien gaan. Dus geniet van alles. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Het is weer de hoogste tijd om naar bedje toe te gaan. Ja, het is al bijna 2:30 en het is al zaterdagochtend vroeg. Frodo die ligt al lekker op de bank, maar die gaat ook lekker mee naar bovenin. Ja, schat, of niet dan? Ja, je gaat ook mee naar boven, ja. Zal ik een slaapje doen, schat? Jo, lekker. Maar oké, lieve vrienden, dat ik zou zeggen, ook voor jullie een hele mooie, fijne, liefdevolle nachtrust gewenst. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En wie weet, komen we elkaar nog tegen in ons dromenland. Ja, je weet me nooit. Ik zou zeggen, slaap lekker. Doei, doei.